Mag u allen hier welkom heten in de tuin van Kai, maar eigenlijk toch mag ik wel zeggen in de tuin van Gonnie, hier bij haar treurwillig. Corona is natuurlijk helemaal niet fijn dat dat er is. Het brengt ook wel weer heel veel positieve dingen naar voren. Want ik geloof niet dat we anders een uitvaart hier in de tuin gehad hadden. Ze was dementerend en afasie, dus dat wil zeggen dat de woordenschat steeds kleiner werd. Ze wist het allemaal wel, maar ze kon het niet meer benoemen. Ja, en dat werd steeds erger. Ja, dat is de laatste keer dat we naar Intratuin koffie zijn gaan drinken met mijn zus. Oh, leuk. We hebben eerst het norovirus gehad, hè. Dat heeft ze gelukkig ontlopen. En corona. Ik dacht ook van, misschien gaat het wel voorbij. Hè. Ja, tot die ene dag dat ze me belde van, we denken dat het toch niet helemaal goed gaat. Toen zei ze, we gaan een coronatest doen, want ja, ze is heel erg verdacht. Nou, en die was dus positief. Dus ja, dan zit het er middenin, dan begint het echt. Toen ben ik 13 april, werden wij s'avonds gebeld van, het gaat echt niet goed. Ze is terminaal, dus nu mag je komen. Ze was toen nog wel aanspreekbaar en alleen natuurlijk vreemd ook, hè, want ze ziet jou binnenkomen met een masker op en handschoenen en bril. Dus ik, op een gegeven moment dacht ik van, mijn moeder moet wel weten dat ik het ben. Dus ik heb wel even het masker afgepakt en gezegd van, mam, ik ben er. En ze is 19 april overleden. Ja, en het zorgen voor haar. Ik had altijd gezegd, ik ga altijd voor jou zorgen. En de laatste stuk, voor mijn gevoel, heb ik dat niet echt kunnen doen. Dus dan komt de uitvaart en dan denk ik, waar nou? Ik hoorde heel veel verhalen van afscheid nemen naar het kerkhof en dat was het. En dat kon ik niet, dat willen we niet. Ik had zoiets van, ik wil er iets huiselijks, hè. Ze is altijd hier geweest. En toen zei mijn zoon van, in de tuin bij ons kan ook, hè. Dat is ook heel mooi. En dan onder de boom van oma, want ja, dat is oma's boom eigenlijk. Dus als ik er nu op terugkijk, dan is het ook wel voor mij ook, voor de verwerking heel fijn dat het zo gegaan is. Ja. Op de grens tussen Boekel en Erp. Hier leefden wij als familie samen. Hier leerde jij ons op eigen benen staan. Hier leerde jij ons samen te delen. Hier vierden wij samen het leven. Hier werkte jij in de tuin tot het helemaal donker was en je niets meer zag. Hier was jij gelukkig met ons pap. Ja, hoe moeilijk is het om tegen iemand te zeggen van, we hebben 30 personen, er kan niemand meer komen. Dus dat was niet fijn. En je wilt eigenlijk niemand uitkiezen, want dat kan gewoon niet. Ja, dat is wel heel bijzonder. De zorg hadden een appgroep en die hebben geappt van, we willen toch afscheid gaan nemen. En bij ons tegenover de tuin is een bankje. En daar zaten die mensen van de zorg, die waren daar gaan zitten. En ik dacht net voor de dienst begon van, wauw, wat is dit, hè? Dus ik vond dat gewoon hartstikke, dat is gewoon heel mooi. Ik had er zelf niet aan gedacht. Ik ben er steeds wel terug aan denken van, hoe zou het zijn geweest als het geen corona was. Maar ik denk, ik kan wel dealen met het feit dat ze overleden is. Dat wel. Alleen het feit dat ik er gewoon, dat ik haar niet kon helpen. Ik heb haar altijd gezegd van, ik help jou altijd, ik zal er altijd zijn. En nou was ik er niet. Nee, en hoe moet zij zich gevoeld hebben? Want misschien had ze, ik hoop dat ze het begrepen had. Maar misschien dacht ze, waar blijven ze nou? Waar zijn ze nou? Nou zit ik hier alleen. Nou, dat doet wel pijn. Een mens om van te houden. Die gedachte, dat gevoel willen we vasthouden. Nu Gonnie voor de laatste keer hier bij ons aanwezig is. Hier in deze tuin, hier op haar eigen erf.
En we moeten haar nu toch wel begeleiden naar haar laatste rustplaats. Ik ben wel heel blij dat ik thuis ben, want er komen soms huilbuien en je bent toch wel prikkelbaarder. Dus ja, we moeten dadelijk toch weer de gewone wereld instappen. Maar ik ben er nog wel een beetje huiverig voor. Dus, ik ben met een vriendin gaan wandelen. En er was in de bossen een heel groot hotel en die hadden een terras. En toen zeiden ze, we gaan daar een kopje koffie drinken. Even, hè. Ik ben uiteindelijk wel meegegaan naar dat terras. Maar dat voelde niet fijn. En er zat niemand, alleen wij. Dus wat dat betreft hoefde ik geen schrik te hebben. Maar het voelt nog niet... Ja, misschien omdat van zo dichtbij natuurlijk. Heb ik nog zoiets van, ik wil niet op vakantie. Ik hoef nog niet de druk, dus nee. Het zal best ook allemaal komen, maar nu nog even niet.